Is een whitepaper nog wel van deze tijd? Veel ondernemers vragen het zich af. Het is immers een lang stuk tekst. Lees je doelgroep die nog wel? Maar het antwoord is vaak ja. Welkom bij De Drie, met elke aflevering 3 tips en tricks om je teksten te verbeteren. Ik ben Erik van Copy Robin en het is mijn missie om van jou een nog betere schrijver te maken. Veel marketeers gebruiken een whitepaper in hun marketingmix. En dat is niet zonder reden. Sterker nog, dat heeft onder andere deze 3 redenen. Laten we beginnen met wat een whitepaper eigenlijk is. Een whitepaper is een diepgaand document bedoeld om te informeren en overtuigen. Denk aan een PDF van tenminste 10 A4'tjes, verrijkt met illustraties en grafieken. En de doelgroep is meestal business to business. Nou, reden 1. Een whitepaper is een lead magnet. Je kunt een whitepaper goed gebruiken om je prospects te verleiden hun gegevens achter te laten. In ruil voor een e-mailadres krijgen ze jouw whitepaper, oftewel waardevolle informatie. En jij hebt als marketeer vervolgens een mailadres en hopelijk ook een telefoonnummer om de ontvanger op te volgen. Zo kom je, als het goed is, in gesprek met potentiële klanten. Reden 2. Je toont thought leadership. Door je deskundigheid te delen, sta je na verloop van tijd bekend als autoriteit in je vakgebied. En dat heeft veel voordelen. Niet alleen zullen collega-bedrijven bij je aankloppen voor hulp, ook klanten zien dat je van wanten weet en gaan ervan uit dat je product of dienst net zo goed is als de informatie die je deelt. En dan reden 3. Een groot bereik. Whitepapers hebben een deelfactor. Als je document interessant genoeg is, zullen de ontvangers die vaak ook weer doorsturen naar hun relaties. En dat levert je naamsbekendheid op binnen en buiten je doelgroep. Voor je het weet, stromen de leads binnen. Nou, genoeg reden om een whitepaper toe te voegen aan je marketingmix. 3 om precies te zijn. We lopen ze nog even na. Reden 1 is, een whitepaper levert leads op. Reden 2, je toont je deskundigheid. En reden 3, je vergroot je bereik. Dat was hem voor deze aflevering van De Drie. Nu jij. Schrijf een whitepaper en just hit publish. Elke dag kun je een betere versie van jezelf worden. Waarom niet ook een betere schrijver? Abonneer je op De Drie en mis nooit meer een aflevering vol webcopy tips en tricks.